Voor je te weten is alles weer zoals het oude. Ineens moet je trouwen, kinderen krijgen. Niet dus. Dan ook anders. Verre landen bezoeken. Over het water reizen. Naar Amerika. Dan laat je mij erachter. Zonder afscheid. Ik ga niet zomaar zonder afscheid te nemen. Misschien moet je gewoon met me mee. Is dat wat je wilt? Dat ik met je meega? Misschien. Kijk maar. Je weet wat ik gezegd heb. Die velden zijn gevaarlijk. Daar kun je niet zomaar rondlopen. Ik was voorzichtig. Ik wil dat je uitkijkt. Is het niet beter als we hier weggaan? Heb je gehoord wat ik zeg? We kunnen hier niet schuilen. Pap, op het pamflet staat... Genoeg nu. Ik denk dat we hier blijven. Jullie kunnen hier niet blijven. Het is te gevaarlijk. Als ik hem niet kan overtuigen, wat moet ik dan doen? Kees, die heeft een schuilkelder in Westkapelle. Daar ben je veilig. En jij daar? Ik moet eerst morgen kijken hoe het ervoor staat. Of er nog hulp nodig is bij het verzet. Het verzet? Vlug, ik moet gaan.
de waarschuwing van de geallieerde opperbevelhebber. En die bestemd is voor bewoners van de eilanden in de monding van de rivier de Schelde. De vertaling luidt als volgt. Zeer waarschijnlijk zullen de vijandelijke troepen en installaties op uw eilanden binnenkort aan hevige en langdurige luchtbombardementen worden blootgesteld. Het is de oprechte wens van het geallieerd opperbevel dat de burgerbevolking voor zover dit enigszins mogelijk is, verlaat voor uw eigen veiligheid de eilanden. En indien dit niet mogelijk is, begeef u dan met uw familie onmiddellijk naar een veilige plaats op de eilanden. Uw leven en de levens van uw familie worden niet alleen bedreigd door luchtbombardementen, maar ook door de gevaren van overstroming. We zijn de middelpunten van de gevaren en zon. Verlaat de omgeving van deze gevaarlijke zones onmiddellijk.
Ik weet dat je me wilt beschermen. Ik mis mama ook. Niets kan haar terughalen. Ik ben op zoek naar een veilige plek. Ik ben zo terug. Ik ken iemand die ons wilt helpen.